We staan hier op Den Eikenwal, het parkeerterrein van voetbalclub Handel. Hier achter mij ziet u in de verte de vlag al wapperen. We zijn klaar voor de wedstrijd Handel tegen Margriet. Mooie wedstrijd. Handel heeft de punten nodig met trainer Tom Jacobs. We staan ver onderaan. En ja, dat kan nooit de bedoeling zijn geweest hier in dit mooie plaatje. Bedevaartplaatje overigens. Margriet, ja, die moet toch ook een beetje aan de status beantwoorden. Hè? Wat hoger op in de ranglijst. Staan als een beetje in de middenmoot. Dus ja, we verwachten hier vanmiddag toch wel een pittig wedstrijdje. Margriet, getraind door uiteraard door Maarten Vervucht. Gepokt en gemazeld bij clubs als Blauw-Geel in Veghel. Os 20 was hun laatste club, geloof ik. En ook nog eens ooit in het verder verleden bij JVC in Kuik. Wij zijn er klaar voor. Onze cameraman Kees is er klaar voor. En we gaan beginnen aan de wedstrijd. Ja, Luc Haas, van harte proficiat. Overwinning hier bij Handel. Nou, toch lekker om zo in 2020 weer te beginnen. Goed begin denk ik wel, ja, moet ik eerlijk zeggen. Alleen het was begin wel moeizaam. En gelukkig scoren we 1-0. Redelijk snel volgens mij de 2-0. En dan is het wel klaar. Ja, je opent dezelfde scoren, 1-0. Uit de scrimmage. Ja, scrimmage. Hij zat er lekker in. Ik dacht dat hij lekker in zat. Ik vroeg nog aan Bilal of hij in de kruising zat, maar hij zei van niet. Maar ik geloof dat ze zei dat hij bij het spel was. Ik weet niet helemaal zeker dat Bilal bij het spel stond. Ik stond helemaal aan de andere kant, dat kon ik niet zien. Doe je er wel vaker scoren voor Margriet? Volgens mij dit seizoen één keer uit. Alleen dat was voor niks. Helaas geen punten bij RKPV uit. Kijk eens, er wordt gewoon dus gelijk een Polonaise. Ja, mooi. Gelukkig is de sfeer goed in het team. Dat is wel belangrijk. Ja. Ja, is de sfeer goed als je verliest? Dat is altijd iets minder, hè. Dan ben ik redelijk chagrijnig en dan is de vriendin vaak niet blij. Dat kan ik me zo voorstellen. Ja, wat is je doelstelling dan dit jaar met Madrid? Je zat in de middenmoot, dus net op de sprong te wagen naar boven. Ja, ik denk dat dit een belangrijke wedstrijd was en volgende week thuis. En als je die dan wint, dan is het redelijk te naar boven kijken. Ja. Dat is wel een belangrijke drie punten. Ja. Dan denk je dat de koplopers op dit moment, dat zijn Helmondia en RKPVV, denk je dat die dat handhaven? Het is een beetje zijn wat onstuimige ploeg. Hè? Ze kunnen ook eens terugvallen. Hè? Die gaan nog wat punten laten liggen. Je zegt het met de lach, maar geloof je dat? Ja, daar moet je wel vanuit gaan, toch? Nee, wij willen gewoon zo hoog mogelijk eindigen en ik wil liefst kampioen worden. Ik heb straks de vraag ook eens aan, of ik had het in de voorbeschouwing gezet van Maarten Vervucht. Ben je ooit al eerder in je leven hier in Handel geweest? Ja, vorig jaar zegt het goed hebben we er tegen voetbal en het was geblesseerd. En nog een jaartje eerder, geloof ik. Alleen verder... Jij wel. Ja, helaas wel, ja. Nee, maar het veld was niet te doen vandaag. Het was glijden en opstaan, maar gelukkig weer dan met 4-1. Ja, inderdaad, het veld is erg pokdarig zoals dat heet, maar die mensen zeggen nog, we kunnen er niet met een machine overrijden, er gaat niks, want het is hier, als er een paar buien regen, dan liggen ze er weer uit. Het was volgens mij al twee keer afgelast en ik was er bang voor, want als we hem vandaag niet zouden aflassen, was hij volgens mij voor ons thuis, als hij drie keer achter elkaar wordt afgelast, ergens gelezen, maar gelukkig gaat hij door en weer met 4-1, dus het belangrijkste. Nou, ik ben zeker dat je hoe dan ook, of je al ooit hier geweest bent in Handel, maar wel lekker terugrijdt naar ons. Een stukje rijden, ja, maar dat is niet erg, met drie punten op zak. Lucas, dankjewel. Dankjewel. Loopt. Ja, Tom Jacobs. Vandaag verloren, 4-1. Ja, zeg eens wat van de wedstrijd. Neem ons eens even mee terug. Neem ons eens terug. Natuurlijk eerst de teleurstelling dat we verliezen. Ik denk dat het begin nog niet eens zo slecht was. Ik denk dat we best wel wat kansen creëerden. Twee dikke kansen. Ja, uiteindelijk moeten we gewoon doelpunten maken. Hè? En als je geen doelpunten maakt, ja, dan kan het wel eens gebeuren dat hij aan de andere kant binnenploft. Hè? Die corner die valt daar voor de voeten van een Margriet-speler en die schiet hem binnen. Ja goed, je zegt het, maar als je scoort dan heb je vrienden, zeggen ze meestal. Maar als je die twee kansen, als je die benut, ja, dan krijg je een heel andere wedstrijd. Daar kom je voor. Ja, dat is precies wat ik net binnen zeg. Maar ja goed, kijk, uiteindelijk als je die kansen niet maakt en je blijft elke keer die kansen niet maken, dan kunnen we elke keer wel na de wedstrijd zeggen, ja, pech, hè, die kans die erin gaat, dan heb je een andere wedstrijd. Maar dat telt niet. En die ballen die moeten er gewoon in. En als je ze niet maakt en je blijft ze niet maken, dan is het de kwaliteit. Ja, dat zit er gewoon in. Ja, ik zeg al, ik heb van tevoren even met jullie mensen van het bestuur gesproken hier. Maar je mist vandaag nogal wat mensen. Hè? Rob Manders, Peter van der Bos, Gijs Beksens zag ik ook al langs de dugout staan. Ja, daar heb je zomaar geen voorraadje nieuwe voor hier. Nee, goed, we zijn een kleine club en we moeten ook niet denken dat we in rijen mensen klaar hebben staan die dit niveau ook makkelijk aan kunnen. Natuurlijk. Maar aan de andere kant biedt het ook wel kansen voor andere spelers. Hè? Als je ziet Ruud Konter, die speelt hier in het vierde. Als je ziet hoe dat die nummer 9, die lange jongen. Ja, die lange jongen. Als je ziet, het is een eerste jaar senior.
Ja, dat is gewoon genot om naar te kijken. En kijk, als Rob Manders en Gijs Beckers er wel zijn, ja, dan krijgt hij de kans niet. En nu kan hij zichzelf mooi laten zien. Dus het heeft ook wel positieve kanten. Ja, ik zag hem hier inderdaad. De jongen komt schijnbaar uit Beek en Donk. En dan komen hier in Handel wat meer mensen aanwaaien met bedevaart en zo. Maar ik wil zeggen, hoe komt hij hier in Handel terecht? Een vriendendienstje of een kennis? Of hoe werkt dat? Ja, het is gewoon een ontzettend gezellige club, Peter. Dat wil iedereen. Daar ga ik van overtuigd. Nee, hij heeft wat vrienden die van de onder 19 overkwamen. Hij zat zelf in de onder 19 van Beek en Donk. En hij wilde samen met zijn vrienden gaan voetballen. Hij kwam daar niet in de selectie. Hij zou daar dus ook helemaal niet gaan trainen. En toen is hij met die vrienden contact gezocht en is hij hier komen voetballen. Hij is mee gaan trainen met de selectie, met de 1 en 2 op dinsdag in eerste instantie. Ja, die jongen heeft zo'n drive en hij laat zich gewoon goed zien en dan krijg je ook kansen. En dat is weer het voordeel als je bij een kleinere club zit, dan krijg je wat sneller een kans. Ja, het was vandaag wel werkvoetbal, hè? Ja, we lopen een zwaar veld hier. Ik wil net zeggen, we staan nu op het veld. Het veld ziet er redelijk gehavend uit nu. Het was zacht, we hebben niet kunnen walsen ook, omdat het te nat was. Dus het is even behelpen. Maar ja, goed, we lopen niet achter zoals twee seizoenen geleden en vorig seizoen. Ik hoop dat we nou in april gewoon 4 wedstrijden hebben in plaats van 8 of 9. Ja, ik kan me er iets voor voorstellen. Dan zeg ik toch altijd een soort, hoe gaat het verder aflopen met Handel? Heb je wat zicht op blessures? Komt er wat terug? Want ja, dat scheelt een enorm stuk in je team. Ja, ik denk dat we nog 1-2 weekjes nodig hebben voordat we weer redelijk op oorlogsterkte zijn. Maar ja, goed, dan moet je alsnog die punten nog maar zien te halen. Hè. Het is niet zo van als die jongens terugkomen, dan gaat het vanzelf. Daar moet je iets voor doen. En dan moeten wij zien te bewerkstelligen. Werk aan de winkel heet dat dan, hè? Ja, dat kun je wel zeggen, maar daar ben ik ook voor. Hartstikke bedankt, Tom. Ja.